hebben ze hier nou niet onze siroop? Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn aan het opschieten, want we gaan zo naar de bioscoop. Ik ben nog snel een stukje banaan aan het eten. Ja, naar Toy Story. Ik ben aangekleed, deze top van Envy. Broek van Benetton en sandalen ook van Phase 8. Oh, en Sarah heeft een jurkje aan, dat is van... Dat weet ik, maar ik kom er niet op. We hebben daar heel veel altijd van gehad. Nee, niet van de Wii. Ik kom er gewoon niet op. Ik weet het. Ja, ik sta met een banaan ook in mijn hand. Oh ja, van Friends. En sandalen van de Zara. En dan de laatste paar happen en heel snel de deur uit, anders komen we te laat. Het was best moeilijk om op te staan. En Zara kreeg ik er bijna helemaal niet uit deze ochtend. Twee kaartjes voor de toys. Twee maanden. Is je popcorn lekker? Naar welke film ga je? Story 4. Ja, heb je er zin in? Ik heb 3, 2, 1. Heb ik al gezien. Ja, je vindt het leuk, hè? Mag ik nog? Ja, komt. Dat is leuk. Dat is groot genoeg. Vond je de film op? Leuk. Ja, was die leuk? Zij zit in de gordel. En de rest zit ook netjes in de gordel. En we gaan... dan de transe wegvieren en dan zijn ze dood. Ja, even kijken of dit... woorden met editen als ik hem vastzet dat het even herrie maakt. Even snel naar de Albert Heijn, want daar hebben ze de allerlekkerste siroop ever en die is op thuis, dus die moet ik echt hebben. Dus dat gaan we even snel doen. Ja, en dan... siroop. Ja, die siroop, die gaan we even halen. Ja, oh, en kijk, het is nu middag, dat vroeg je net. Hij springt nu om 12 uur. De rode is het. Ja, 12 uur, dan is het middag nu. Moet je de rode hebben? Dit is de klok hier. Deze, ik vraag 12. Over de siroop. Oh ja, ja. De kassensiroop van Albert Heijn eigen merk. Best one ever. Kijken. Kijken of je hem kan vinden. Die van Albert Heijn eigen merk, want dat is die heel lekker is. Zie je hem? Goed lezen. Is dat de kassis? Nee, dat is bosvruchten. Je moet de kassis hebben. Die is zo lekker. Ik zie hem ook niet. Laat me eens kijken. Wil ik hem nou niet? Is aardbei, bosvruchten, weer bosvruchten, grenadine. Hebben ze hier nou niet onze siroop? Nee! Daar zie je kassis op het potje. Kijk daar achter eens. Staat hij daarachter verstopt? Volgens mij wel. Zie je hem? Is dat hem? Ja. Ja, pak hem met twee. We hebben we voorlopig weer. Ja, dat zei ik al. Pak er nog maar één. Ja, dat kan ook. De lekkerste siroop. Rondje in huis gedaan, maar echt, het is nog zo heet in huis. Net alles opengezet. En alsnog is het gewoon 29 graden in huis. En dat vond ik gisteren redelijk cool voelen. Maar vandaag, omdat het buiten maar 23 graden of zo is, voelt het echt zo heet aan. Maar goed, Sarah heeft even mijn moeder gebeld. Dus daar gaan we heel even langs en dan weer naar huis. Wat ben je aan het doen? We zijn een robot aan het bouwen. Een robot? Zo, hoe moet hij eruit zien als we klaar zijn? Heb je daar een plaatje van? Zo. Oh, dat is wel heel cool. Gaan we hem dan ook laten zien als die klaar is? Het gaat misschien niet vandaag lukken. Nee, maar een keer. Ik was even op bed gaan editen en toen heeft dit kleine meisje heeft haar hoofdje een beetje gestoten. Ja, nou, het is meer rood omdat je het koelt nu, mof. Je kijkt zo. Oh, jeetje. En hier. Oh. Moet je nou naar het ziekenhuis? Oh, het valt dus wel mee. Het is even veel. Hij ligt lekker bij mij te knuffelen. En wel leuk, omdat ik aan het editen ben, ben ik het ook aan het laten zien. En die is me een klein beetje aan het helpen met editen. Echt zo leuk.
Ik vind dat heel gezellig. Ja, ik kijk ook een keer van het zwart naar beeld. Ja, en je bent aan het meekijken, hè, welke frames we moeten hebben. Dus ik vind het heel gezellig. En ik ruik dat het eten ook zo klaar is. Dus dan gaan we lekker eten. En ik heb eten vandaag gehad, wat jij heel erg lekker vindt. Spaghetti. Ja. Wat ik trouwens ook altijd doe bij de supermarkt en al zolang ik me kan herinneren, is zegels, koopzegels. Dus die ga ik nu even plakken. Zeker tegenwoordig bij de bank, ja, je kan er geld op zetten, maar rente krijg je niet van. Dus eigenlijk wordt je geld alleen maar minder waard. Koopzegels leeft nog wel op. Dus ik ga weer even al die dingetjes inplakken. Ik heb aardig wat nu, dus ik vermaak me voorlopig wel. Wat ik doe, ik begin achterin en dan vul ik hem zo, want, dat zal ik zo laten zien, dan is dit allemaal vol en dan tel je eigenlijk af. Dus dan kan je altijd nog zien, nou, nu moet ik dus nog 28 zegels, ik weet niet, vind ik gewoon leuk. Deze is trouwens wel echt mega lullig. Mis er precies één. Zitten we tv te kijken, hebben een klein vriendje op bezoek. Marcus moet zorgen dat hij niet onder de kast komt. Hi! Wat misvoorzichtig. Hi! Dan ben ik hier gelukkig niet bang voor. Laat me zien bij het licht. Het is een beetje donker. Hij heeft ook echt een stukje touw of zo aan zich vast. Ik weet niet wat dit. Je ziet hem niet zo goed zo, hè? Niet springen nu. Hi! Ik vind ze echt wel tof om te zien altijd. Hij is wel heel kalm. Ja, maar ik zit hem buiten, want daar springt hij op mijn hand. Ja, dat is zielig. En nu ga ik lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. En zie ik je morgen.